is an able body to put you to work and you work. That's what they, the slaveholders live off, because you plant the ground and all the things like that, and they reap and sell because you belong to them. Yes, that's why they have so much of bad English spoken around the different places. The slave used to use that kind of language, not for the boss to understand. They had the language of their own. Yes, they break the English up, that the boss won't understand it. Gedurende de 12 dagen dat ik op Sint-Eustatius was, werd ik grotendeels teruggebracht van het vooroordeel, hetwelk ik omtrent de behandeling der slaven in West-Indië bezat. Ik zag wel de afstand tussen de kleuren blank en zwart. Zo vraagde mijn reisgenoot en ik waar ergens een haarsnijder woonde. Toen men ons er een wees en wij beweging maakten daar deze te gaan, zeide de vrouw van den huize waarin we ons bevonden: de heren schijnen niet te weten dat die haarsnijder een man van de kleur is, en dat de heren dus niet wel in zijn huis wezen kunnen. We maakten wacht. Stacia zat gevangen in het langzame ritme van een historische plaats die uitnodigt tot bespiegeling. Bij de ruïnes van de 18e eeuw voegden zich inmiddels de ruïnes van 19e eeuwse woningen. Eeuwenlang was Saba een eiland zonder haven en zonder stranden. Zeker zo'n 4000 jaar lang had ieder die vanaf de waterkant in Saba's dorpen wilde komen 250 meter omhoog moeten klimmen, langs richels en stenen. Pas in 1934 is één stuk cementen trap aangelegd. Wegen waren hier bijna allemaal trappen, steil en glad, met ongelijke treden die een regelmatige klim onmogelijk maakten. Een van de oudste inwoners was tot voor kort Rebecca Livingstone, 88 jaar, moeder van 15 kinderen. Zij groeide op in die tijd van het eindeloze trappenklimmen. When a boat would come, you would go to the bay and you'd get a load on your head, you'd bring it up and carry it to huts for Fires Hall Gate. On your head, from the Ford Bay at Ladder Bay. And how would you reach there? How would you reach from this one place? You got to walk. You had to walk it on foot. How long did it take you for you to get there? Hours, hours. Sometimes it'd be the day. And only getting him 60 cents. Een van haar herinneringen betreft een Nederlandse gouverneur-generaal die bij zijn bezoek aan het eiland al zijn bezittingen omhoog wilde hebben. Alle bezittingen, dat wil zeggen inclusief zijn eigen meubilair. And the big table was for the dining room. They asked the men to bring it. No, they said no, he wasn't bringing it. He wasn't bringing it. So we waited a long time. So I said to him, you want to carry it? I could carry it. And I brought it up. But don't ask nothing, it was heavy. It was a pitch pine wood then, made from. And they would shine, polish it, no? And it was shining, and he told me if I scrape it on the wall, I wouldn't get paid. If I put it on the wall, you know, to help them, I wouldn't get paid if it got scratched. So my head started burning when I get down here by the house coming up. The first house should be coming up from the bay. I don't know if you've been on that way. Well, when I got here, my head was burning me. I say, well, I got held down here. And I look at the rock, I say, no. The table is going to get scratched. I'll go up higher.
came up higher, then I got there, I said, no, I've gone higher. So when I got up to the next house here, I say, Valley, I got help down here. I say, no, I go to the Talmud tree. And then I got by the Talmud tree now, I say, no, I'm going to the gap. So I keep putting it off. When I reach the gap now, I say, well, I'm on the level, and I'm going straight for the gas house. And when I get to the gas house, I call, I say, all of you men there, come and help me down, get this table off. and only Foggy Lizzy give me to bring it up, you know. Mensen die zich op dit ruige eiland hebben willen vestigen, moeten een ongelooflijk harde ondernemingslust hebben gekend. In het begin, de 17e eeuw, waren het voornamelijk zeeuwen. Later gevolgd door Engelsen, Schotten en Ieren. En altijd waren er negerslaven. Opvallend is dat de bevolkingen zich niet mengden. Zij bleven volkomen gescheiden leven. Saba was trouwens heel lang het enige eiland met meer blanke dan zwarte inwoners. En die blanken waren geen rijke plantage-eigenaars. Het waren kleine landbouwers, later ook zeelieden, vissers, in de 18e eeuw zelfs schoenmakers. Een wonderlijk soort Nederlandse staatsburgers. Caribisch en tegelijk nog in alles nazaten van de oude Angelsaksische kolonisten. Was quiet. Everything was quiet, nothing doing, no money. How did the people live? They worked in the garden. But what did they grow? What potatoes, bananas, tanyas, yams. If you wanted to go from the bottom to the windward side. Well, we figure more or less a fella that could walk, would do it in 3/4 of an hour. But look. From Hell's Gate was worse. That was from way behind that ridge. You been over there? Why is it called Hell's Gate? Well, I don't know why. It must have been because it's further away from hell. Een 30 meter hoog gat in de rotswand was misschien ook wel de reden waardoor dit dorp zijn naam kreeg. Poort van de Hel, gelegen op meer dan 300 meter hoogte. Dicht bij de akkers waar de bewoners zelf hun gewassen verbouwden. Grotendeels voor eigen gebruik. Sabane zorgde voor zichzelf. Well, them days, they had no fertilizer. Everything was done by manure. Yeah. You had to carry everything in your head, manure from your home to wherever your cultivation was. Everything was carried on the head. How often would you have to do this? Every day, more or less. Every day, more or less. And you work all day to survive. De allereenzaamste plek van het eiland lag vroeger op deze bergkam, het dorp Mary's Point. Ongeveer 70 blanke mensen die zelfs van de rest van Saba geïsoleerd leefden. Pas in 1934 is wat er toen resten van deze gesloten gemeenschap overgebracht naar de hoofdplaats van het eiland. Al in 1640 door de zeeuwen ontdekt als een geschikte plaats voor groentekweek. De Bottom. Een verbastering van de botten, een Zeeuws woord voor kom. Het is nu een plaats waar oude en nieuwe gebouwen een verwante stijl vertonen. Klassiek. Tot de oude gebouwen behoort de Wesleyan Church, een methodistengroep die eind 18e eeuw opkwam. Onder de zwarten.
Al in vroegere eeuwen werd gesproken van de reinheid van de huizen. Evenals van de gewoonte om de doden te begraven op het eigen erf. Niet zo verwonderlijk op deze rotsachtige, steile bodem. Saba heeft het ingehouden tempo van een eilandbevolking die op een heel klein oppervlak moet leven met de erfenis van het verleden. Als op alle Caribische eilanden hoort daarbij de herinnering aan de ongelijkheid van blank en zwart. Dat is nu anders. In allerlei banen werken blanken en niet-blanken. De ongelijkheid is nu afgeschaft. De herinnering eraan wordt gaandeweg geschiedenis. But God made the Negroes as well as he made the white man. We are one people. All you have to do is respect. I respect you and you respect me. And each man know his place. Is that right? You mean to say there was also a lot of disrespect between the two groups? Oh, yeah, discrimination. Discrimination. Well, some of it is still here, you know. But the white people over the hill is more friendly than those that was in the bottom, you know. Yeah, the white people over the hill was more friendly. Only thing, they would not have you, the colored man, in their dance. They will invite you to a wedding, send a ticket, because they want to know that you have had so many hundred cards and so many hundred bouquets, so you will get a card, you will get an invitation for that. Or when you die, they want a big funeral. But for their dance, you must not come nearby, because you are not a class or the company for the society. I mean, I don't know if you forstaat me wel. De eerste opgave voor eilandbewoners is altijd vreedzaam samenleven. Op zo'n eiland als Saba is te zien hoe mensen met een positieve instelling en met de levenslust van de jeugd erin slagen het verleden te overwinnen. Omdat het moet. En de goede dingen van vroeger, zoals het onderlinge hulpbetoon, die zijn behouden. En wat nooit zal verdwijnen en integendeel zal helpen bij het overwinnen van het verleden, is die ene indrukwekkende bijzonderheid. En dat is de gehechtheid van Sabanen aan het eigen eiland. I don't know if I go away to stay. I don't think I would stay. I'd have to come back home.